En toen viel er een microfoon. Dames en heren, goedenavond. Namens Behouden Begeerte, welkom op de uitreiking van de 12e Herman de Koningprijs. Toen Hugo Claus weer eens een grote literaire prijs kreeg en hem gevraagd werd of hij dat verrassend vond, antwoordde hij: het zou pas een verrassing zijn geweest als iemand anders hem had gekregen. Als een dichter een literaire prijs wint, dan zegt hij doorgaans dat dat terecht is. Een dichter die de prijs niet wint, zal zeggen dat het een loterij is. En het mooie, het aardige is, beide beweringen zijn legitiem. In beide gevallen hebben ze gelijk. De 6 genomineerde dichters voor de Herman de Koningprijs, die hier vanavond zullen aantreden, kunnen daarover meepraten. Ervaringsdeskundigen. Samen hebben ze alle mogelijke poëzieprijzen gewonnen. Ik heb het even voor u geturfd. 5 van hen wonnen ooit de VSB-prijs. Dat is het Nederlandse equivalent van de Herman de Koningprijs. En daarnaast hebben we hier nog winnaars van de PC Hoofdprijs, de Jan Kampertprijs, de Guido Gezellenprijs, de Paul Snoekprijs, de Huuk Pernatprijs, de Herman Gorteprijs, de Anna Blamanprijs, de Adriaan Roland Holsprijs, de JC Bloemprijs, de Lucie B. en CW van der Hoogprijs, de Buddingprijs. En ik kan echt nog een tijdje doorgaan. Je zou dus met enige zin voor overdrijving kunnen zeggen dat we hier vanavond niet de finale van de Jupiler League, maar de finale van de Champions League meemaken. Om in de geest van Herman de Koning te spreken, die, zoals u weet, niet vies was van wat metaforen die met voetbal te maken hadden. We gaan eerst luisteren naar het juryrapport. Dat wordt voorgelezen door Laura de Koning. Goedenavond allemaal. Dichten is ontevredener zijn dan anderen. Bijvoorbeeld over goede regels, zodat je alleen hele goede overhoudt. En op den duur ook die niet. Deze regels van Herman de Koning, gepubliceerd in zijn nagelaten gedichten, zijn bijzonder goed toe te passen op het werk van een poëziejury. Want zoeken wij niet naar de dichter die het meest ontevreden was? En houden we dan niet de bundels over die heel goed zijn, die we dan als genomineerde aanduiden? En is het op den duur niet zo dat ook de meeste van die hele goede bundels het niet halen op de winnaar na? Aan het begin van deze avond stellen wij als jury de overgehouden hele goede bundels aan u voor, in alfabetische volgorde wel te verstaan. In woorden die tijdens het juryberaad passeerden. Een kijkje achter de juryschermen dus, om u erop te wijzen hoe goed de dichters zijn die u vanavond gaat zien. Allereerst Joost Baars, met zijn bundel Binnenplaats. Baars moet erg ontevreden zijn geweest, want hij schreef een magistrale bundel. Zijn Binnenplaats staat bol van de sublimerende verzen, heeft iets mystieks en transcendentaals en is als debuut niet minder dan fenomenaal. De aanroepende toon van de dichter geeft deze bundel een religieuze ondertoon. En dit werk barst van de ambitie en is al met al bijzonder memorabel. Maar wat te denken van As, vuur van Hester Knibbe? Dat is een ongekend knappe bundel. Knibbe schrijft zuinige, wikkende en wegende poëzie die in alle opzichten afgewogen is. Het fraaie is dat die poëzie desalniettemin nooit saai of braaf wordt. Vooral omdat de dichter een meester is in het ensceneren van tegenstellingen. Wie deze bundel leest, die schippert tussen passionele en rationele gedichten. Tussen emotie en koelte, tussen meedijnen en stilstaan. En dat levert poëzie op waarin minimale middelen leiden tot een maximaal effect. En dan is er de derde genomineerde, Vonkt, van Marije Langelaar. En van alle bundels is dit misschien wel de meest voorleesbare, vol welluidende verzen met beklijvende beelden die nog lang blijven nazinderen. Vonkt echter is in de voornaamste plaats een avontuurlijke bundel, met een ongebreideld vitalisme als inzet en methode. En zelden lazen we gedichten die ons zo verwonderen, waarin we het gevoel hadden dat Alice het wonderland van de dichtbundel was ingekropen
en de taal vrolijk en galopperend uit alle bochten liet vliegen. En het werk van Langelaar ademt kortom niets minder dan een extase en laat ook de lezer extatisch achter. En de luisteraar, zoals u vanavond zult merken. En buitengewoon is intussen de genomineerde bundel van Tonnis Oosterhof, Ja, Nee. Van alle genomineerden is dit qua stijl de meest diverse bundel. Vol woekerende neologismen en originele vondsten, vol frisse humor ook, die tegelijkertijd heel grimmig is. En in deze stoottroepenpoëzie staat avontuurlijkheid en experiment voorop. Juist die grillige leestocht, dat maakt van Ja, Nee een bundel om louter ja tegen te zeggen. Maar meervoudig afwezig dan, de genomineerde bundel van Esther Naomi Perquin. Daarin worden dagelijkse herkenbare ervaringen door een bijzondere manier van kijken subtiel verschoven tot wat schitterende poëzie leidt. En Perquin schrijft met een groot poëticaal bewustzijn en slaagt er bij elk afzonderlijk gedicht in om ook een pointe af te leveren die nog lang in het hoofd van elke lezer blijft spoken. Haar gedichten zijn nuchter en ontroerend. En in deze bundel gaan intelligente analyses en toegankelijkheid gaan moeiteloos samen. En dat is een verdienste van je welste. En tot slot is er Voor jou, van jou, van Nachum en Wijnberg, een minstens zo steengoede bundel. Wijnberg schrijft virtuose poëzie, die blijft fascineren, omdat de dichter met een obsessionele systematiek varianten van dezelfde thematiek blijft onderzoeken. Het gaat met andere woorden om een onvermoeibare en onstuitbare poëziebundel, die ook nog eens emotioneel en gevoelig is. Wijnberg maakt ons de intieme deelgenoot van een persoonlijke zoektocht naar contact en herinnering. En bijzonder knap is dat daarbij niet alleen het overkoepelende concept van de bundel imponeert, maar ook de afzonderlijke gedichten. En wie Wijnberg leest, zal in hem verdrinken. Voilà, nu we alle genomineerden in het licht hebben gezet, citeren we nogmaals Herman de Koning. Dichten is ontevredener zijn dan anderen, bijvoorbeeld over goede regels, zodat je alleen het hele goede overhoudt en op den duur ook die niet. U hoorde het al. Dit zijn 6 hele goeie. En wie wint, dat hoort u pas als die stoottroepen gepasseerd zijn.